Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Hebben jullie ook constant dat probleem dat het dan het weer in Nederland de ene dag super warm is en de andere dag is het echt super koud en je weet gewoon niet meer wat je aan moet doen? Dat probleem heb ik ook. En daarom wilde ik vandaag een video maken over de nieuwe zomertrends van 2019. Want hoogstwaarschijnlijk heb je al een heleboel items voorbij zien komen en dan heb ik het over kleding en sieraden en alles wat daarbij hoort. Een item wat je hoogstwaarschijnlijk al heel erg vaak voorbij hebt zien komen is dit item. Dat zijn de bikershorts die nu helemaal in zijn. Het zijn eigenlijk shorts bedoeld voor mensen die wielrennen. Er zit dan ook zo'n wat dikker stuk in. Maar nu is het ook helemaal in om het gewoon fashionable te dragen. Het ding is wel, het is best wel een apart item. Dus als je het fout draagt, kan het er heel gek uitzien. Dus zorg dat je hem goed draagt. Dus ik zal hier om mij heen wat foto's plaatsen. En ik heb zelf ook op het moment een bikershort aan. Ik zal hem even laten zien. Oké, ik ga op mijn stoel staan. Oh my god. Dit zijn mijn bikershorts die ik op het moment heel erg vaak aan heb. Deze bikershorts komen van de H&M. Ze hebben daar geloof ik ook een zwarte versie van, een iets kortere. Maar deze was heel erg goedkoop. Deze was geloof ik 5 euro en deze is gewoon van katoen. Want het is eigenlijk ook heel erg hip om nu zeg maar een sportversie ervan aan te hebben. Dus dat is een beetje, dan heb je meer dat legging, sportlegging-achtige gevoel. Maar bij de H&M hadden ze gewoon de normale versie, zeg maar gewoon katoenen versie. Dus dat vind ik heel erg mooi. Ik draag hem nu op het moment in het groen met deze top. Deze is ook van H&M. Die, ik weet niet precies waar je hem kunt vinden, maar ik vond hem echt heel erg schattig. Hij is van Friends. En het groene hier komt een beetje terug in het broekje. Op deze sites kun je wat vinden qua bikershorts als je dat leuk vindt. Want ik heb er namelijk best wel lang over gedaan om een bikershort te vinden. Maar op deze sites kun je wat terugvinden. Dan als tweede trend, en je hebt het hoogstwaarschijnlijk weer overal al voorbij zien komen, zijn de neon shirtjes, hemdjes, truien. Het maakt eigenlijk niet uit. Alles wat een klein beetje neon is, begint echt ontzettend hip te worden. En ik vind het een moeilijke trend nog, moet ik zeggen. Ik weet het nog niet zo heel erg goed. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze al wel heel erg veel voorbij zien komen bij verschillende celebrities of mensen gewoon uit je klas, bij je werk. Maakt het echt heel erg veel uit. Maar deze trend gaat terugkomen in 2019. Je kan ze op allerlei verschillende manieren dragen. Maar het is gewoon eventjes kijken wat bij jou het beste past. Want soms staat bijvoorbeeld knaloranje je helemaal niet, maar knalroze je wel. Dus daar moet je goed op letten. Want ook als je deze verkeerd draagt, gaat het er ook heel erg gek uitzien. Maar het staat leuk met een leren rokje en leren broek, spijkerbroeken. Maakt echt niet zo heel erg veel uit als je maar geen hele gekke kleuren combineert. Dat gaat er misschien een beetje gekker uitzien. Over leren en vinyl broeken gesproken. Ik weet nooit hoe je vinyl uitspreekt. Vinyl, geen idee. Die broeken komen ook ontzettend in. Je hebt het misschien al wel heel erg vaak gezien. Mensen met leren broeken, mensen met van die vinyl broeken. Ik vind ze heel erg gaaf. Alleen ik denk dat ik me dood zou irriteren aan het feit dat je constant dat geluid hoort van dat gekraak van die broeken de hele tijd langs elkaar. Maar ik moet wel zeggen, deze kun je dus heel erg leuk combineren met een neon shirtje. Wat je nu ook heel erg veel op de catwalk ziet, zijn de earthy kleuren. Zo noemen ze dat dan, maar dat is gewoon een beetje beige, bruin, een klein beetje die richting op. Gewoon de neutral kleuren zie je nu dus ook heel erg veel. Waar je de ene dag heel erg neon kan dragen, kan je de andere dag de super earthy dragen. Het is echt een beetje tegenstander van elkaar, want het lijkt totaal niet op elkaar. Maar deze trend vind ik erg interessant. Bij deze trend moet je heel erg opletten met wat je kiest. Want ik heb laatst ook een earthy kleur pakje gepast bij de H&M. Was een superleuk pakje, by the way. Maar omdat ik best wel een... Ja, ik heb best wel gewoon een lichte huid voor nu dan. Heb ik best wel een lichte huid. En als het dan wat warmer wordt buiten en de zon gaat wat meer schijnen, dan word ik het natuurlijk wat bruiner. Maar dan is het heel erg lastig met zo'n earthy kleur dat het een beetje moeilijk is om te combineren. Want het kan jou best wel snel bleek maken. Maar je ziet het heel erg veel op de catwalks voorbij komen. Dus ga even naar winkels toe. Ga kijken of het je leuk staat. Want deze trend is een van mijn favorieten. Deze trend was in 2018 ook al heel erg aan het inkomen. En dan heb ik het over de single oorbellen. Ik heb ze nu ook in het goud. Ik zal ze even van close-up even laten zien. Dit zijn dus de single oorbellen die ik heb. Ik vind ze heel erg mooi. Ik heb de voorste gekregen en de achterste ook. En deze zijn van My Jewelry. Nou moet ik zeggen dat deze trend vind ik zelf een beetje een dure trend, aangezien je de single oorbelletjes koopt. Ze zijn dus per stuk te koop, waardoor als je dus bijvoorbeeld roosjes mooi vindt, krijg je er maar eentje in plaats van wat je normaal krijgt twee. Dus dat is misschien een beetje lastig, want deze van My Jewelry waren 12,50 of zo per stuk. Dus je moet even kijken van, joh, wil ik dat? Het is wel heel erg in en het staat ook heel erg leuk, moet ik zeggen, want ik heb er hier dan achter een normale ook eentje hangen. Maar het is gewoon best wel een beetje expensive. Maar ik vind ze in het goud ontzettend leuk staan. Het past overal bij. En bijvoorbeeld sowieso bij gouden sieraden. Het is een beetje wat jij er mooi bij vindt. Want ze hebben ze ook in het zilver. Ik zit zelf nu een beetje
in mijn goudachtige periode, zo noem ik het maar de hele tijd. Het staat gewoon heel erg leuk met een gouden ketting of een goud horloge of een armbandje. Je moet het zelf weten. Ik vind het een hele, hele leuke trend. Als we het over sieraden hebben, zie ik sowieso de laatste tijd ontzettend veel gouden sieraden. Ik weet niet of het echt een trend wordt, maar ik merk wel dat heel veel mensen het leuk vinden om wat meer goud te dragen in plaats van zilver. En dan moet ik zeggen, ik heb van tevoren ook meer zilver gedragen dan goud. Maar sinds dat ik goud ben gaan dragen, zoals dit bijvoorbeeld dit horloge wat ik net al liet zien. Deze is van Rosefield. Hij stelt niet echt scherp. Maar deze heeft zeg maar goud en zilver allebei in het bandje. En dan de oorbellen. En dan heb ik hier ook nog even een ketting erbij gepakt die ik zelf ontzettend mooi vind. Deze is van de H&M. Zo zie je maar bij de H&M kun je heel veel vinden. Deze is dus van de H&M. Hij is ook goud. Zou leuk zijn als je even een keertje scherp wil stellen. Nee, dat gaat hij niet doen. Zo. Gouden kettingen, armbanden, oorbellen. Het is allemaal super leuk. Nou moet je wel opletten dat je met je hardware, dus dan zeg ik bijvoorbeeld de gespjes aan je schoenen of de gespjes aan je broek, dat je daar dan ook wat gouds mee doet. Zo matcht het mooier, vind ik. Zo, dit waren voor mij de meest voorkomende trends van 2019. Laat vooral hieronder weten als ik iets ben vergeten, want ik zal hoogstwaarschijnlijk iets zijn vergeten. Maar ik vond dit zelf een paar van de leukste trends die er aankomen, die er al zijn. En dan moet ik zeggen, sowieso zijn er nog heel wat dingen die je op de catwalk ziet die ik niet heb opgenoemd. Maar dan zijn het een beetje van die dingen waarvan ik denk van ja, gaan wij meiden, jongens van deze leeftijd, van mijn leeftijd, dat nou echt dragen? I don't know. Maar dat gaan we maar weer zien, want het is pas net 2019. We zitten pas in de vierde maand. Dus we gaan kijken hoe dat verder loopt. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vond je deze video nou leuk? Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen, je te abonneren hieronder. En dan kun je gelijk op het notificatiebelletje klikken. Als je dat doet, blijf je op de hoogte van mijn video's. Dat bleef je sowieso als je abonneerde. Maar als je op het belletje klikt, krijg je een melding iedere keer wanneer ik een video upload. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Bye bye!